starten van een onderneming op jonge leeftijd heeft minder kans van slagen dan een onderneming starten op latere leeftijd. Oké, het slagen. Ik ben het niet eens met die stelling, ja. Omdat je als je jong begint als ondernemer, en dan is het woord ondernemer een groot woord, maar je hebt als jonge ondernemer vaker meer tijd om te kunnen leren, om het proces, om to educate yourself, dan wanneer je als ouder begint met de onderneming. Als ik gewoon naar Galaxy ook kijk, ik ben vrij jong begonnen, maar toen jij bent gekomen, eigenlijk hebben we elkaar goed aangevuld. Je was vrij jong, maar ik was niet zo ver met IT, bijvoorbeeld. Ja. En dat is, als je als jonge ondernemer in deze tijd zou beginnen, heb je andere bagage mee dan ik heb gehad toen als oudere ondernemer. Ja. Als ik kijk naar Galaxy, hoor. Ja. Nou, ik denk, ik denk niet dat ik het helemaal eens ben met die stelling, want ik vind wel dat je als persoon je eerst moet begeven op in een bepaalde werksfeer waarbij je kan leren van mensen. En meestal als je als jong persoon ondernemer start, ga je alles zelf moeten uitvinden. Veel zelf moeten uitvinden. Een filosofie dat ik mijn kinderen leer bijvoorbeeld is tussen je 0 en je 18e get a basic education. Tussen je 18e en je 30e heb een guru. En dat bedoel ik niet een spirituele guru, maar iemand waarnaar je opkijkt voor ondernemerschap. Leer van die persoon en na je 30e word beter dan die persoon. En dat is eigenlijk het moment in mijn belevenis dat je kan zeggen, oké, je bent ready voor je eigen onderneming. Want je moet echt heel veel leren voor je eigen onderneming. Ik heb heel veel moeten leren. Maar ik denk dat we het er mee eens zijn, want jong heb ik ook gedefinieerd in mijn hoofd als al rond die tijd. En ja. Dan heb je ook een dosis levenservaring ja. Al. Maar ik denk dat 30 jaar vrij jong is voor een ondernemer. Ja. Om je met je eigen onderneming, want zoals je hebt aangegeven, je gaat naar school, je studeert, je leert, je hebt gelijk helemaal. Kijk naar iemand op, zorg dat je iemand hebt naar wie je opkijkt en ga dingen uitvinden. Ja. En waarschijnlijk heb je tegen je 30ste ben je ook wat serieuzer. Je hebt altijd financiering nodig. Ja. Dus iemand met een redelijke achtergrond, die kan ook makkelijker aan financiering komen wanneer je stabiel bent. Wat ik wil nog één klein ding zeggen daarover. Ik kan me herinneren, mijn vader me een keer iets heeft verteld. En dit heeft te maken met in jezelf investeren. Dus als we praten over ondernemerschap. Maar gewoon in jezelf investeren ook, hoor. En ik weet niet of dat te maken heeft met deze vraag, maar ik vond het wel een belangrijk ding om te vertellen. Ik was 25 jaar oud en ik zei tegen papa, we waren aan het borrelen, en ik zei tegen pa, ik ben 25 jaar oud, ik heb geen schulden. En ik was heel trots. En hij zei tegen me, dat is het domste wat je kan hebben op je 25ste. Ik zeg, hoe investeer je jezelf? Ja. En een jaar daarna heb ik een schuld gemaakt en een huis gekocht. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.